Ik wil vanaf 1 keer die zijn steven verslaan. Al moet ik druppen op blote voeten gaan. Ik wil nog 1 keer die zijn steven verslaan. Ik wil nog 1 keer die zijn steven verslaan. Welkom bij de vierdaagse special van Almotte Kruppen. Vanaf de Stevenstoren praat ik met vierdaagse lopers en met Nijmegenaren over wat die vierdaagse nou zo speciaal maakt. Mijn gast van vandaag, Wilma Ebben. Welkom op de Sint Stevenstoren. Ja. Hoe vaak ben je hier al geweest? De eerste keer. Echt waar? Ja. Nijmegenaar. Ja, hart en nieren. Waarom ben je nog nooit hierboven geweest? Geen idee. Nee. Nooit het idee gehad van dat moet? Dat wil ik? Ja, dat wel, absoluut. Ik heb vaak dat op de foto gezet, maar nee, nog nooit boven geweest. Wat was je eerste reactie dan als je dit zo ziet? Ja, geweldig. Mooie stad. Mijn stad. Jouw stad. Mijn stad, ja, heel goed. Zeker. Heel goed. Ja. Hey, wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met de Vierdaagse? Oh, al een heel jong meisje. Wij wonen tegen de kazerne aan. Mijn ouders hadden altijd lopers in huis. En ik ben met 5 jaar op een wandelvereniging gegaan. En dan ga je veel wandelmarsen lopen. En ik wilde met mijn 10 al de Vierdaagse lopen. Maar toen ging alles nog schriftelijk. Dus toen ben ik de Vierdaagse gaan lopen. En ook weer gestopt. Want je zegt, mijn ouders hadden altijd al wandelaars in huis. Was dat toen al? Ja, dat was toen al. Ja. Ja. Ja, we hadden een grote bovenwoning. Met genoeg kamers. En soms 1, soms 2 wandelaars. De laatste jaren van mijn moeder had ze er 10. 2 verzorgers. 10. En 8 wandelaars van de Red uit Rotterdam. Ja, okay. Super. Ja, ja. En dat was voor jou een soort van virus of zo waarmee je besmet werd? Ja, uiteindelijk wel. Hè, want dan krijg je die 10. En dan komt die 11. En dan die cijfertjes. Ja, en dan ga je door en door. Ja, het is gewoon het is een virus. Ja. Het is een virus. Het is mijn kindje. Okay. Ja. Ik ga heel even terug naar het begin, hoor. Want je gaat heel erg snel. Ik hoorde wandelvereniging. Ja, DVS. Dat bestaat toch bijna niet meer, denk ik? Er zijn er nog, maar niet meer zoals vroeger in pakjes. Nee, nee, want jullie hadden echt pakjes, hè? Plooierokje, kniekenkootjes, ja. DVS, daar ben ik ook Nijmegenaar. Ik zeg, groene truien staat me bij. Ja, en grijs. Ja, en paars hebben we gehad. Ja. Ja. Ja, door Vriendschap Sterk. Dat door Vriendschap Sterk. Een mooie wandelvereniging. Veel meer gelopen. Want met hoeveel liepen jullie dan? Was dat? Ja, dan had je groepjes van 15, 20. Ja, ja. En dan ging je al die wandeltochten af? En dan was het alleen maar Nijmegen regio? Nee, overal. Er zijn een keer naar Den Helder geweest, hebben een avondvierdaags gelopen. En in Tilburg liep een soort sterrenbeeldentocht. Ja, ik heb een hele kast vol met allemaal medailles. Dat is echt mega. Maar een wandelvereniging is best bijzonder, toch? Ja, nu wel, denk ik. Er zijn wel wandelverenigingen echt voor ouderen die tijd hebben, zeg maar. Maar echt zoals vroeger, zoals wij, dat bestaat niet meer. Nee, mijn eerste Vierdaagse liep ik in een grijs plooirokje. Ja, met de wandelvereniging. Ja. Ja. Want ging je dan ook kijken, als je toen nog niet mee mocht lopen, ging je ook kijken naar die Vierdaagse? Ja, ik ging wel kijken. Ja, want het kwam bij ons achter voorbij. En als je lopers hebt, dan je zit vlak bij de stad. Ja. Ik ging wel kijken. Wat was dat dan? Wat was dan dat gevoel? Waarom moest je dan als kind zijnde daar naartoe? Ja, het is gewoon een hele happening. Het is gewoon een mooie week. Echt het feesten weet ik niet, maar lopen, dat trok me toch altijd wel. Ja. Ja, dat is een verbroedering onder elkaar ook. En dat vond ik vroeger als klein kind vond ik het al leuk. Ik zoek veel, hè? Verbroedering hebben ze dan over. Dat is toch wel. Is dat toverwoord met de Vierdaagse? Ik zie eigenlijk heel veel wandelaars alleen met de Vierdaagse. Kijk, nu heb je wel meer social media, maar vroeger was het echt alleen met de Vierdaagse. Dus die zag je dan elk jaar weer terug? Ja, dan herkenden ze me aan mijn rugzakje of aan mijn blonde haren. Of ik herkende hem als marinier. Of ja, superleuk. We hebben vrienden gehad uit Amerika, uit Denemarken. Nog contact mee, eentje. Ja. Oh, echt nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, vanuit de Gerrybar. Ja. Ja. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Heel bijzonder, ja. Hey, en op een gegeven moment word je oud. En dan ga je naar de middelbare school. Zit je dan nog steeds op een wandelclub? Ik ben tot, even denken hoor, ik heb 4 jaar de 30 gelopen met de wandelclub. En toen ben ik gestopt, want toen ging ik de 40 lopen en toen ging ik gewoon individueel lopen.
Dus ja, toen was ik 16 denk ik, 15. Maar dan ben je 15, 16 en dan ben je lid van de wandelclub. Ben je niet een beetje uitgelachen? Ja, toen niet. Was toen dat niet. Toen heel normaal? Toen ja? was dat wel normaal. Nou ja, normaal. Kijk, vroeger was hockey ook uit en doen voor bepaalde kinderen. En nu is het ook heel gewoon. En ja, een wandelclub vroeger. Ja, misschien ben ik er wel eens mee geplaagd hoor, maar ja, dat boeit me niet. Dat was voor jou geen issue. Nee. En toen ben je vanaf dat je mocht bij je 40 gaan lopen? Eerst 4 keer 30 en toen 40, ja. Ja, want je begint bij de 30, hè. Op de wedren. We starten toen de tijd alleen de 30. Van de week nog een trainingsmars over gehad. Daar gingen we met de Japanners in een kringetje ochtendgymnastiek staan te doen. Die nu nog steeds allemaal in die gekleurde joggingpakjes lopen. Ja, ja, dat was toen al. En met de Engelse kadetten. Ja, ja, superleuk. Ja, mooie herinnering. Ik heb ook echt gewoon een Maar je glundert er ook helemaal bij. Ja, maar gewoon. Dat is gewoon, als ik de fotoalbum opensla, 25 jaar vierdaagse, dat is gewoon leuk. Er zitten zoveel herinneringen, mooie herinneringen, leuke herinneringen. Ook mindere, maar vooral leuke. Ja. Wat is er nou toch zo speciaal? Ik ben ook Nijmegenaar en ik heb hem echt nog nooit gelopen. En ik weet ook zeker dat het me niet gaat lukken. Ik ga het ook niet doen. Ik mag 40, hè? Ja, dat weet ik. Ik mag 40, maar ik doe het niet. Nee, ja. Wat is er nou zo leuk aan? Kijk, wat is er zo leuk aan? Ja. En dan zeggen ze allemaal, ja, je moet het gewoon een keer doen. Ja, je moet het gewoon een keer doen. Ja, niemand snapt dat ik het feesten niet leuk vind, omdat ik eigenlijk wel best wel een feestbeest ben. Maar ik vind het lopen, dat heeft toch een andere sfeer. Dat is morgens met elkaar en allemaal vreemden die gewoon gesprekken met elkaar voeren. En heb je het moeilijk, je helpt elkaar. Alle landen praten met elkaar. Ja, het is gewoon, ja. Ik zeg altijd, het is een beetje ook een medicijn voor mij. Het is gewoon, ik leef er het hele jaar naartoe. Ja. Is dat jouw week? Dat is mijn week, ja, absoluut. Ja? Ja, 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 ja. Ja, kinderen gepland, zeg ik wel zo voorzichtig. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel knap. Het blijft een bijzonder, een bijzonder iets. Wat is er veranderd? Je loopt nu voor de 42e keer. 41ste. Wat is er veranderd? Ja, heel veel. Vroeger had je een kaartje wat aangaf waar je afstand. Dat had ik nog blauw. Toen kwam de button. We hebben een tasje gehad. Nou hebben we een bandje. Die veranderingen, de routes, want tegenwoordig lopen we 3 dagen hetzelfde omdat bepaalde routes voor de ambulance en alles beschikbaar moet blijven. Veel meer toiletten langs de routes bijvoorbeeld. Militaire rustplaatsen is veel slechter geworden, veel slechter. Slechter allemaal, geworden? Ja, allemaal met de bezuinigingen te maken ook. Oké. Okay. Maar daarentegen is er wel weer meer langs de weg qua verzorging. Het was vroeger ook wel hoor, maar nu wel meer en beter, zeker qua toiletten. Die dixies langs de kant die staan er nu echt wel, om de zoveel kilometer staan die er nu. En dat is wel een stukken beter van vroeger. Had je vroeger een vriendje die op de Vierdaagse meeliep? Ja, mijn ex-man die heeft ook Vierdaagse gelopen. Okay. Ja, die heeft alles eigenlijk gelopen. Die heeft 30 gelopen met mijn kinderen, 40 met bepakking, 50. Ja, die heeft echt alles gelopen. Dus dat was ook een, ja. Nee, die heeft het 5 keer gedaan en 2 keer gehaald of zo. En toen was het klaar? Ja, die was niet echt een wandelaar. Nee. Mijn kinderen wel. Die zijn fanatiek. Ja, mijn zoon die gaat voor de 10e keer. En mijn dochter dit jaar voor het eerst. En mijn schoondochter. En mijn zus en mijn schoonzoon. Alles loopt dit jaar. Alles loopt dit jaar mee. Ja, allemaal gek. Wat zou er moeten veranderen aan de Vierdaagse eigenlijk? Wat zou er moeten veranderen? Nou, ik moet zeggen, die starttijden vind ik wel fijn. Bijvoorbeeld, in het begin was ik er echt boos om. Want wat is er met die starttijden? Ja, je hebt vroeg en laat. Ja. En je hebt nou dit jaar voor het eerst heb je een gladiool of je hebt een schoen. Mijn dochter heeft toevallig dan dezelfde als ik. Maar mijn andere wandelmaatje allemaal een schoen. En ik ben Nadia, heb een gladiool. Dat dus kun je niet aangeven? Precies. En het gebeurt dus heel veel dat in gezinnen op 1 adres 2 starttijden hebben. Okay. En dat zou veranderd moeten kunnen worden. Als je als 2 vriendinnen loopt, als vrienden of gezin, moet je dat bewijs van kunnen veranderen. Van, goh, luister eens, we willen met z'n allen. Kijk, wij krijgen... Zou er een soort van ruilmarkt moeten kunnen zijn of zo? Is dat? Maar iedereen wil vroeg starten. En wij ook. Iedereen wil vroeg starten? Ja, dat is gewoon fijn. Gewoon lekker relaxed. Wij willen niet vroeg binnen zijn, maar vroeg starten. En gewoon het regelmaat qua opstaansmorgens vind ik gewoon fijn. Voor 3 jaar terug 50 gelopen. En dan sta je gewoon iedere morgen sta je 3 uur op. En dat is gewoon een fijne regel. Maar natuurlijk is de uurtje slapen fijn hoor. Maar gewoon elke morgen hetzelfde tijd. Je weet dat er tegelijkertijd 200.000 mensen zijn die naar bed gaan. Ja, nee, want als wij naar de start gaan, komen ze uit de stad. Ja, precies. Ja. Dan staan ze dronken langs de kant met een bakje friet en een biertje. Ja, ja. Je hebt dus nog nooit de feesten meegemaakt. Ja, 2006 hè.
toen het afgelast was. Ja, maar ja, toen waren het geen feesten meer, want het was afgelast. Nee, dus. Nee, ja, het weekend. Het weekend ga ik feesten. En vrijdags ga ik de stad in. Met vrienden. En nee, ja, ik vind lopen nog steeds leuker als het feesten. Ja. Lopen nog steeds leuker? Ja, vroeger ging ik nog wel de stad in, hoor. Als 15, 16-jarig meisje ging ik eerst lopen. En dan ging ik even slapen, douchen en dan ging ik even werken. Want ik had een vakantiebaantje op de ABN schoonmaken. En dan ging ik naar huis slapen en de volgende dag weer gewoon hetzelfde ritueel. Ja, en ook stappen, dat heb ik vroeger wel gedaan, maar altijd maar een paar uurtjes. Ja. Want je moet toch weer vroeg je bed uit. Even sfeer proeven en dan wegwezen. Ja, je woont natuurlijk om de hoek van de stad, dus dat is gewoon makkelijk. Heb je het wel moeilijk gehad? Zeker. Ja, ik heb het echt wel eens moeilijk gehad. Ik heb nog een enkelband gelopen, ooit. Ik heb in 2008 mijn borstkanker... operaties, ontsteking gelopen. 2009, heel zwaar, chemo gehad, nog operaties gehad. In het jaar dat mijn vriend was overleden, dat is altijd moeilijk. Dat zijn gewoon zware jaren. En dan heb je dan met z'n allen, beleef je dat. En dat zijn, je loopt toch goed hoor. Heb ik altijd wel goed gelopen. 2008 eigenlijk heel erg goed, ondanks die ontsteking. Ik had ook goede verzorging bij me, maar mijn wandelmaatje is verpleegkundige. Mm-hmm. Maar dat... Ja, blaren loop ik dus eigenlijk bijna niet. En blessures ook niet. Dus meer lichamelijk, geestelijk, wat het dan zwaar maakt, zeg maar. Heb je wel eens willen opgeven? Nee, nooit. Nee, opgeven bestaat niet. Dat ga je niet doen? Nee. Nou, kijk, het is natuurlijk zo, als mijn gezondheid het toelaat, dan hoop ik ooit het record te verbreken. Er wordt nou een gouden 70 gemaakt, dus die hoop ik ooit ook wel eens in ontvangst te mogen nemen. Ja. Maar... Kijk, mocht het zo zijn... Dan dat moet je hem nog 28 keer lopen, hè? Ja, nou, is toch te doen? Ja, alles is in principe te doen. Precies. Ja. Dus ja. Nee, ja, weet je, als mijn gezondheid het niet meer toe zou laten, dan zou ik wel iets gaan doen. Scannen of mensen met afmelden. Ik zou me wel verbonden willen houden met de Vierdaagse. Dus als je niet meer kunt lopen, ja, dan ga je wat anders doen binnen de organisatie. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat kan toch niet? Maar leggen we nou eens uit dat virus. Wat? Ik begrijp het niet. Ja, het is gewoon leuk. Het is gewoon gezellig. Ja, nou ben ik op leeftijd, maar vroeger al die mannen in pak. Ha. Dat is het. Dat is het. Daarom loop ik zo goed. Nee. Het zijn, voor de meisjes zijn het de mannen in de militaire pakken. Ja, misschien wel. Zijn ze belangrijk voor de Vierdaagse militairen? Ja, absoluut. Ja, ik vind, dat is ook wel heel veel minder geworden vergeleken met vroeger. Vroeger had je echt ik weet niet hoeveel detachementen achter elkaar. Er werd gezongen, er waren korpsen. En dat is ook allemaal, ja, ze slapen niet meer, de korpsen slapen niet meer in Nijmegen, verre omgeving. En ja, militairen en de muziek, ja, dat is, ik vind dat mooier. Het is heel erg burgerlijk en heel erg, hoe moet ik dat zeggen? Ze willen ook uit alles geld halen. En dat was vroeger niet zo. Snap je wat ik bedoel? Dus, de militair is wel belangrijk. Dat is toch wel een mooi iets. Ja, toch? Ja, absoluut. Nee. Weet het, de marsleider die zou wel willen dat de Vierdaagse hier over de Burgstraat heen ging, zo, grote markt. Een dag mag. Ja. Ja. In plaats van langs de Waalkade. Ja, de Waal is niks. Sorry. Nee, helemaal niks. Nee? Nee. Nee. Saai. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, binnenstad is leuker. Dan wordt het pas leuker vanaf de voerweg of zo. Ja. Ja, dan begint het leuk te worden. Ja. Hey, ja. En die omgedraaide route? Helemaal niks. Nee. Nee, ik wil lopen naar de brug en niet met de brug in mijn rug. Nee. En ga je hem halen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is dan nog een stomme vraag. Ja, weet ik veel. Ik probeer eens gewoon wat. Hey, Wil, dankjewel. Ik, ja. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, echt? Ja, zeker. Serieus? Nee, echt. Kijk, oh, wauw. Alsjeblieft. Oh. Ik zeg, doe maar op vrijdag. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Oeh, die is coolie. Lijkt me erg leuk. Ja, dankjewel en veel succes. Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel.